Bij Skin Wetten gaan ze volle mogelijk clubs en verenigingen gaan aan de slag. En ze gaan tiëren malkoor, gaan ze zo volle mogelijk wetter oproeming en skimmaatje langs de oevers, maar ik onder wetter. En dat zijn dan bijvoorbeeld doekers, kano's, subverenigingen. Ik kies allerlei verschillende verenigingen. En die gaan in totaal minder 2000 vrijwilligers die tussen weken aan de slag gaan in zo'n verschillende gemeenten. Zoals Jelien bij Begoonie Frentje. En ze staan er gewoon binnen steeds meer gemeenten aansluiten en steeds meer groepen. En inmiddels wordt het in zo'n gemeenten georganiseerd en binnen 2000 deelnemers. Ik Wetterskip Friesland die steunt dit. Als wetterskip geven ik voor skinwetter. En we doen een ontzettend soort van om het wetter in Friesland skinnen te krijgen. We zijn bezig met, dat nemen we bij natuurvriendelijke oevers onder het onderdeel in die provincie. We zijn bezig met vispassages, we zijn bezig met bierfascaat. En ja, daarvan is skinwetter natuurlijk hartstikke belangrijk. Want skinwetter is belangrijk voor je vissen, voor je planten en alles wat in het wetterleven gebeurt. Die zwaar je er ik nog voor dat die 34 klassen een leuke interactieve theaterles krijgen van Theater Smoor. Dus daar wordt er ik nog wat in aan een stukje bewustwording van wat er mooi het zwerfafval al je gebeurt. Want dat vinden we eigenlijk, we vinden het heel mooi dat al die groepen aan de slag gaan. Maar ik dat stukje bewustwording. Want afval wat op stritten te lonen komt, dat verwaait uiteindelijk vaak in het wetter. Nou, trodieren valt het langzaam uit elkaar en ontstaan microplastics. Nou, en die microplastics, die krijgt zelfs de wetterzuivering er net uit. Dus dat is best wel slim. Want uiteindelijk komt het al bij ons op het bord of terug het kraanwet binnen. Nou, en wat we in wieken in totaal binnenkrijgen, dat is wel het gewicht van een pimpas. Dus dat is net niks. Dat is een heel soort dat we binnenkrijgen. Nou, daarom vinden we het heel wichtig dat skinwetter georganiseerd wordt. En dat iedereen zich inzet om te voorkomen dat er zwerfafval op stritten te lonen komt. Wat we wel sjuggen door de staatsyield, dat het daar toch wel verbetert. En het is ik vaak zo van als het ergens skin is, dan gooister ik minder snel afval deel. Dus als het ergens heel smarig is, dan denk ik meestal, je kent het al, je wel gooit maar deel. Maar terug dat het gewoon netjes is, dan bloot het ik vaak zo. Je hebt in een week actie, is dat genoeg? Nou, de sjus toch dat heel veel organisaties in het varieer ik nog een keer onder slag geren. Dus, ik moet gewoon continu onder de aandacht bluwen. De vrijwilligers die hier in jouw aanwezig zijn, wil ik wel even van harte welkom heten allemaal. En heel erg bedanken dat jullie mee gaan doen deze week. Dat zijn de kano'ers van de Kanoniers. Dat is subvereniging Skin Mooi Skriers. En dat zijn de duikers van Moby Dick. En de scouting van de Borgen. Wat onder water is, dat pakken wij dan op. Dus en dan kan je denken aan fietsen allereerst. Hè, hoop oude fietsen. Winkelwagens, blikjes, glas, noem maar op. Dat opruimen. Dit doen we ieder jaar. En in principe iedere keer ook in een andere gemeente. Nou, deze keer was de Friese Marne aan de beurt. Dus vandaar dat we nou in Jouweren binnen. De actie duurt een hele week. Ben je met de hele week actief als doekers? Nee. Dat men koos net voor een week is, omdat er ook heel veel scholen mee werken. Nou, die gaan meer door de week aan het werk en wij doen in het weekend. Maar ja, in principe duiken wij eigenlijk nooit in dit soort water, want je ziet niks. Hè? Dit zie je niet. Hè? Dus er is voor de sport weinig aan. Het is natuurlijk een en al drek op de bodem, dus je zakken er ook een meter in weg. Maar het is altijd wel leuk, één keer per jaar. Maar het moet dus op het tast met een ziekje daar waar je heel willen. Ja, het echt op de tast. En je weet nooit wat je tegenkomt. Het is ook wel een beetje link natuurlijk. Hè, want met glas en zo, het is altijd wel even oppassen. Lekker pakken. Ja, lekker pakken. Of je bent met je handen bezig. Hè, dus we hebben wel veiligheidshandschoenen aan en zo. Dus dat valt allemaal met. Maar het is wat anders dan het normale sportduiken.